En dat zijn de lekkerste cinnamon rolls die je ooit hebt geproefd. Ik wilde journalist worden vroeger, ik wilde mijn eigen tijdschrift. Was het daar een jaar weggegaan en daar niets opgeschoten eigenlijk. Maar dat is bij mij het enige wat hielp. Ik had allemaal acne op mijn wangen. Hoi allemaal, welkom bij mijn allereerste mukbang aflevering. Ik heb best wel veel contact met de mensen die mij op Snapchat volgen. En ik zei ineens van jongens, ik heb sushi besteld. Het is nu trouwens echt 5 uur 's middags of zo. Ik kom net uit school. En als je me op Snapchat volgt, dan weet je dat ik echt heel veel sushi bestel. Iets te vaak. Wat bestel ik nu voor sushi? Want we bestellen dan voor €30 ongeveer. Ik weet, het is wel veel geld. Maar dat is €15 per persoon en dan genieten we super erg. Vinden we eigenlijk ook chiller, want uit eten komt vaak weer gewoon drankjes bij. Het is sowieso ook duurder. En ja, dan heb je voor €15 per persoon heel lekker eten. En denk ik, als ik een pizza bestel, is het ook een tientje per persoon. Waar wij wel in ieder geval, hier heb je geen Domino's of New York pizza, dat soort dingen. En ik denk eigenlijk dat ik vaker mukbangs wil gaan doen. Waarom ik het nooit heb gedaan is want ik eet echt als een koe. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar ik heb als ik video's kijk van mensen die eten. Dan kan ik soms kijken echt hoe mensen eten. En bijvoorbeeld Laura Pontecorvo. Zij eet zo mooi ofzo. Ik ben dus echt best wel een fijnproever. En ik ben ook best wel een kieskeurige persoon. Dus het eerste wat ik doe is helemaal checken. Ziet mijn sushi er goed uit? Oh, mocht je denken van dit is heel veel. Het is eigenlijk ook voor u. 4 hand rolls. Ik zal het zo even laten zien. Dat is een fun box voor €10. En deze Urumaki box kost €26. En dan heb je 4x8 rollen. Het eerste wat ik nu dus zie, ik hoop dat jullie het eens kunnen zien, ik denk het wel. Is dat er echt vet weinig vis in de sushi zit. Ik hoop zo dat mensen het interessant vinden. Ik kan echt 5 uur lang gewoon, of eigenlijk nog langer gewoon lullen. Ik hou er trouwens van om met sushi eten op de grond te zitten. En normaal als ik sushi eet, kan ik zeg maar echt niet wachten met het beginnen van het eten. Ik ging ook meteen zitten zodra die binnenkwam. Soms zie je dat ook mensen bijvoorbeeld sushi bestellen. En dan eten ze zo weinig en dan denk ik echt, oh my god. Maar ze doen er dus 4 stokken bij. 5. Dus normaal eten 5 mensen hiervan. Nou, ik eet dus al mijn hele leven sushi. Ik weet dat sushi tegenwoordig al een tijdje maar een beetje een hype is geworden. Sinds dat all you can eat. Maar ik altijd dus echt wel in de tijd dat het net een beetje nieuw was in Nederland. Of voor zover ik weet. Met mijn ouders gewoon nog. En dan haalden we heel soms sushi en het was dan zo ontzettend duur. En sushi is nu gewoon veel betaalbaarder geworden. En er zijn natuurlijk ook, dit is de wasabi, steeds meer negatieve dingen over de vis en zo. Daarom stel ik ook best wel vaak bij dezelfde, want ik weet gewoon dat ik hier nou geen buik kan krijgen of zo. Dat ik het echt super lekker vind. Ik doe het hele dingetje erin. Tot nu kwam ik trouwens net van school. Heel moe. Maar ben ik super moe en dan maakt sushi me zo gelukkig. Doe je ogen dicht. Dit is intens genieten. Het is niet de lekkerste ooit, proef het nu al. Die handrolls moet je eigenlijk snel eten. Ik haal tegenwoordig een beetje dit overige lapje zeg maar eraf. Je kan er ook een masker van maken, dat doe ik niet. Deze zijn zo lekker. Er zit ook zoveel zalm in. Dat vind ik heel chill. Ik hoop dat jullie het zien. En hier word je altijd heel vol van, maar normaal is het nog dikker. Dat valt het wel mee. Oh, ik ben echt benieuwd of ik al het eten erin ga laten of eruit knip. Ik vind het echt als een koel. Wat ik wel lastig vind bij de mukbang. Ik bedoel ja, ik eet zeg maar met vrienden of zo, familie. Best wel gewoon met mijn mond vol. Dan heb je het gewoon het eten met je hier. En dan praat je gewoon door. Maar ik weet dat ik dat bij proefvideo's of zo doe. Dat ik dan als ik het bewerk echt denk van eeuw. Smerig. Dus moet ik dan nu eten en dan. Dan moeten jullie dan nu kijken hoe ik eet. Als ik gewoon aan het eten ben en ik eet heel lelijk, ben ik altijd bang dat mensen denken van gadver, waarom eet jij en zo? Het ziet er echt vies uit als jij eet. Normale mensen zouden ook zo eten. En ik doe het gewoon zo. Zouden jullie nog een keer mukbang willen zien, moet je even zeggen straks. Even een duimpje omhoog doen of zo. Ik krijg nooit zo heel erg vaak duimpjes op mijn video's. Ik weet dat YouTubers heel vaak om vragen, maar... Het helpt je gewoon echt als YouTuber, want daardoor krijg je gewoon een veel beter beeld van, ik had ook reacties bekijken natuurlijk, of views, maar door duimpjes krijg je echt een goed overzicht van, vinden mijn kijkers dit leuk? Willen ze het vaker zien? Ik moet zeggen dat ik het zelf ook vaak vergeet, maar als iemand in een video echt zegt van, vergeet geen duimpje omhoog te doen, dan doe ik het wel. Maar ik vraag me af, als kijker zijn, word je dan niet gek van dat YouTubers dit zeggen, doe een duimpje omhoog? Ik eet veel rustiger nu. Normaal had ik al echt wel meer gegeten. Het is nu dus maandag. En over... Ik dacht 4.
dacht dat ik 6 juni mijn scriptie moest inleveren, maar het is 16. Dus nog 5 weken. En dan moet ik mijn scriptie inleveren. Willen jullie nog een keer meer horen over mijn school? Ik heb al af en toe wel eens wat over verteld in vlogs en in mijn stagevideo's en zo, afscheidvideo's. Kijk, wat ik moeilijk vind, ik kan over alle uren praten, maar ja, dat gaan we nu even niet daarover praten. Maar ik zal er dus voor juf, want ik heb ook wel wat nieuwe kijkers. De sushi is niet zo lekker als normaal trouwens. Maar ik zal dus als juf, en dit is al mijn 16 jaar, ik heb mijn school een beetje aangekloot. Een beetje sinds ik eigenlijk met mijn vriend ging samenwonen en zo. Dus de prioriteit een beetje verlegd, wat een beetje dom is. Maar sinds dit jaar ben ik echt aan het knallen, heb ik alles gehaald. Ik moet bijna niks meer in mijn scriptie, dus ik zit heel erg veel, dat weet je ook als je me op Snap volgt, heel veel in Baarn bij mijn ouders te werken, omdat ik daar gewoon goed de goede focus heb en me goed kan concentreren. Dat werkt heel erg fijn. Dus daar was ik tot en met gisteren ook, en dan komt Ruben bijvoorbeeld ophalen. Komt hij om 3 uur naar mijn ouders toe en dan gingen we pizza eten, heb ik ook op Snap en Insta gezet. Papa ging dan verse pizza bakken in zijn steenoven, vet chill. En dan rijden we daar samen naar huis en dan ben ik nu gewoon weer bezig, zeg maar. Hier, pak wat sushi. Maar ik wil ook een hapje van die Abby Hans Roll. Ik krijg dus heel veel snaps nu van jullie. Ik zei, zeg even wat vragen en onderwerpen die jullie in mijn video willen. Maar ik ben er niet echt aan toegekomen. Maar willen jullie bijvoorbeeld elke maand een keer een mukbang zien? Misschien ook wel een keer met repositioning heeft met iemand anders. Wat vind je ervan? Wel echt lekker? Wel echt veel minder rijst. Minder rijst? Ja. Dat is toch goed? Ja, ik weet niet. Ik wil echt heel weinig rijst te worden. Maar dan haalt Ruud mij dus op zondag en dan reden we naar huis. En Chris heeft nog aan school gewerkt hier. En vandaag had ik om 12 uur een gesprek bij Social, bij mijn mediabureau. Met de baas, zeg maar. Daar wou ik ook wel graag een keer een gesprek mee hebben. En de conclusie was een beetje dat ik iets meer shoplogs eigenlijk moet gaan maken. Of dat ik shoplogs gewoon een beetje moet gaan verwerken in vlogs of zo. Dat ik toch iets meer persoonlijke video's. Ik merk dat de behoefte aan persoonlijke video's ook wel iets meer begint te worden. Dat vind ik heel leuk. Dus wil je bijvoorbeeld elke maand een mukbang zien? Net als dat sommige mensen kletsen en opmaken hebben, dat ik dan gewoon eten en kletsen of zo, of wat dan ook, laat het even weten. Daarna was ik op school voor een les, want ik moet nog 1 toets uit jaar 2 maken. Dus dat is echt super kut. Wil je nog meer? Ik ga die Abby even proeven. Je moet niet met het steeltje. Wow, dit is echt heel klein. Dat je dan Abby is, dat het nooit minder is, want Abby is altijd even ding. Vet chills op video. Ik ga het echt kijken terwijl ik hem ga opmaken in de ochtend of zo. Of als je alleen eet. Dit is hier, je wil Abby handroll, hè? Je zit naar Abby handroll te kijken. Maar ik haal dit eraf. Dan zit het een beetje tijd. Maar ik wil het eerste hapje, oké? Een staartje. Eeuw, ze hebben staart erin. Andere kok. Oh, we hebben 3 staartjes voor de poezen. Raar dat ze het eten, hoor. Heel raar. Oh, lekker. Dat is heel lekker, denk ik. Hier zit die zo. Heb je zelf gezien? Heb je zelf gezien? Ja. Normaal. Kijk, daar heb ik een zeemerminnenstaart. Kijk, ik kan totaal niet zien wat ik doe, hè? Zie hoe ver. Het is heel lekker, hè? Wat voor sushi vinden jullie niet lekker? Want mijn lievelingssushi is gewoon altijd die met zalm en avocado. En wel de uromakis, dus dit soort. Bijvoorbeeld gewoon een makkie met zalm. Bijvoorbeeld als mensen dat halen bij de Lidl op het appie, denk ik echt dan. Ik bedoel dan zo maar die kant te klaren. Dan weet je echt niet wat sushi is hoor. Toch? Want ik weet nog wel terug. Mijn leraar kennis zei die ook, hou niet van sushi, omdat hij van die kant te klaren geproefd bij stand of zo. Dat is niet te vergelijken eigenlijk. Dit is zo lekker. Dus jij maar op. Heb je al tonijn gepopt? Ik weet het meer. Ik niet. Ja, jij dus. Ja, dit is wel heel weinig op je vis hoor. Ik hoop dat ik kan je haar. Of te wit is of zo, te overblikt? Nee, precies mooi. Ja? Vind je persoonlijk wel. Vind je dat persoonlijk wel? Oh ja, ik wou nog wel laten zien hoe ik net had gekocht. Wow, het gaat zo lang duren. Ik heb ook echt honger, ik ga alles opeten. Oké. Dus ik was op school nog voor een toets, maar die les was echt bullshit. Ik denk dat ik ben van die video's van waarom eten mensen zo lang zijn, maar dat gaat vanzelf. Ja, ik wil allemaal dingen vertellen, maar dat doet er niet toe. Wil ik even mensen willen misschien praten over mijn schooltijd? Ik kan tijdens een mukbang, moet ik even 1 onderwerp gaan kiezen de volgende keer als jullie het vaker willen zien. Nu niet. Ik was even naar Starbucks gegaan. Ik zocht waar het veld had gekeken, maar kijk, waar hebben ze dat alleen in de wintermaanden? Social dicht bij Leidseplein, dus ik moest van Social
naar school en dan kom je langs Leidseplein. Dus ik kocht bij de Ethos deze. Ik had volgens mij, was het wel een beetje gesponsord van mensen of zo, maar ik hoorde dat deze maskertjes heel fijn zijn. Die waren nu 1+1, dus die heb ik gekocht. En bij de H&M op Leidse kocht ik een superleuk shirtje. Ik wou niet echt gaan winkelen, want ik krijg ook tegenwoordig zoveel kleding. En eigenlijk ga ik alleen naar de Primark elke maand. En verder wil ik een beetje niet winkelen eigenlijk. Maar dit shirt, ik vind hem zo leuk. Hij is van H&M Divided. Het is een L voor 10 euro. Sowieso vind ik het topje zelf superleuk. Een beetje waarschijnlijk, maar als ik hem aan heb niet. Ik had hem net aangedaan, maar ik heb geen BH aan. Dus als ik thuis kom, doe ik altijd meteen mijn BH uit. Dus dat zag je heel erg bij deze. Er zijn nu heel veel van die video's, hè, over geen BH meer dragen van Saar en... meisje die een beetje over seks praat, Linda de Munk of zo. Ik zei tegen mijn moeder, ik zou het liefst ook zonder BH gaan, maar ik vind het toch nog een beetje moeilijk. In zo'n trui, ja, ik zou wel van die bralet of zo dragen. Maar goed, daar hadden we het niet over. Dit shirtje, ik vind het heel leuk voor zomer. Maar als je zo'n achterkant, is hij best wel bloot. Alleen waarom ik geen blote rug mooi vind, is omdat ik gewoon van die vetrollen hier heb. En dit gaat precies over die vetrolletjes heen. En dan hier onderkant van mijn rug is mooi en de bovenkant van mijn rug is ook mooi. Dus deze vond ik super leuk. Die moest ik even halen. Gewoon één shirtje. Ja. Oh ja, ik wil vertellen over de Starbucks. Toen had ik een cinnamon roll gekocht. En dat zijn de lekkerste cinnamon rolls die je ooit hebt geproefd bij de Starbucks. Volgens mij kostte het 2,20 of zoiets. Hij maakte hem ook warm. Het was niet zo'n vet, knapperig bladerdeeg ding. Maar gewoon echt een zacht, soort van sponsig broodje in een rolletje. Met kaneelsuiker en een soort van hele lekkere witte saus. Dat is echt de beste cinnamon roll ooit. Ik vind die van Lidl bijvoorbeeld ook lekker, maar dat zijn echt van die vette bladerdeeg dingen. Niet dat die van Starbucks gezonder is ofzo. Maar het was meer broodachtig, super chill. En ik was laatst ook bij Starbucks. Ik ben helemaal geen Starbucks fan, maar ik vind die koffies belachelijk duur, maar die taartjes vind ik heel lekker. Toen had ik een pindakaas ding ofzo voor 2 euro. Niet normaal als je die ziet. Ik zocht die dus vandaag, die was er niet meer. Dat is een soort van opstapeling van een soort brownie, een soort laagje crème. Ziek lekker, weer brownie, nog crème en een soort van pindakaas karamel frosting. De ergste bom ooit, een soort van Rocky Road-achtig iets. Ik krijg zo... Ik heb mijn snaps dus dicht gedaan weer, omdat ik te veel snaps kreeg. Maar ik heb zoveel snaps binnen. Heel veel over de middelbare school. Ik ga wel even snel zeggen, dat ik heb HAVO gedaan. Ik ben in de derde 1 jaar naar een andere school gegaan. IFCO in Amsterdam. Daarvoor zat ik op 2 steden in Wees. Ik begon op HBO-VWO. Toen dacht ik, ik ga voor de HAVO. Dat is makkelijker voor me. Maar uiteindelijk miste ik een beetje een uitdaging. Dan ben ik school een beetje gaan verpesten. En ik heb ook concentratieproblemen. Dan nam ik het niet zo heel serieus meer. Ik ging wel gewoon over hoor. Toen voelde ik me niet heel erg op mijn plek op school. Ik werd ook een beetje gepest. Daar kan ik misschien nog wat later een keer wat over vertellen als jullie dat willen. Toen ging ik naar een andere school. Dat was een kunstzinnige school in Amsterdam. Daar ontmoette ik Linda. Dat is nog steeds mijn beste vriendin. Maar daar heb ik mijn school helemaal lopen verpesten. Eerst en tweede van de vechtsteden trouwens helemaal niet. Toen verpestte ik het niet, maar ik voelde me gewoon niet zo happy. En daar heb ik het een beetje verpest. Dus toen kwam ik terug, derde weer vechtsteden. Toen kwam ik terug, vierde. Ik weet het even niet meer. Huh? Oh, na de derde ging ik. Dus ik heb de vierde op het IFCO gedaan, denk ik. Even de twee. Toen moest ik het gewoon weer opnieuw doen op vechtsteden. Dus ik kan blijven zitten. Mijn geheugen is heel slecht. Ja, ik kan blijven zitten. Was het daar een jaar weggegaan en daar niets opgeschoten eigenlijk, behalve mijn beste vriendin. En een leuke tijd gewoon in Amsterdam. En HAVO dus, en nu studeer ik PABO, dit is al mijn 6e jaar. Ik ben niet het beste voorbeeld, maar ik ga het wel halen. Ik zou het nooit opgeven. Dat is dan wel weer iets positiefs. Of op de middelbare al wist dat ik aan YouTube wilde gaan beginnen. Nee. Wel dat ik altijd zoiets wilde doen, acteren of zo, maar... Voor mijn reden om aan YouTube te beginnen was dat ik eigenlijk al het creatieve dat ik in mijn leven wilde doen. Bij elke auditie of zo ging ik altijd wel door, maar uiteindelijk werd ik het altijd niet. Toen dacht ik, ik ga YouTube doen, want dat is gewoon voor jezelf. En dat was een goede beslissing. Ik was trouwens nog bij onze school op het Weesperplein, heb je nu een Spar supermarkt. Sinds ik weet niet hoe lang, maar vroeger nog niet. En daar was ook een beetje Amerikaanse dingetjes. Dus ik had deze gekocht voor een Taste and Try, die ik echt ook weer eens moet gaan opnemen. Skittles Bright Side. En dat is met hele leuke smaakjes met watermeloen en banaan, kiwi en limonade. Heel erg leuk. En ook Skittles Sweet and Sour. Die heb ik ook nog nooit geprobeerd. En bij ons in de kantine had je voor 1 euro de Snickers White. Volgens mij zag ik die ook in een vlog van Tesco. Dus dat is allemaal Amerikaans. Maar het leek me leuk voor een Taste and Try ofzo. Je moet echt weer een Taste and Try gaan opnemen. Want ik heb heel veel dingen al gefilmd. Dingetjes getest. Maar dan, weet je wel, ik maak altijd...
Van deze aflevering test ik dit, dit en dit. En dat moet ik dan nog gaan opnemen. En dan kan ik al die dingen erin plakken die ik al heb getest. Maar het komt er steeds niet van. Ik merk als je aan het kletsen bent dat je wel minder bewust bezig bent dat je echt vet lijkt als sushi aan het eten bent. Ik moet even genieten van mijn eten. Ik zet het om die pluishaartjes uit, zegt iemand dat ik ook. Mijn lievelingskeuken. Italiaans en ja, Aziatisch. Eigenlijk vooral wel de sushi. Ik hou wel van heel erg veel eten. Maar sushi overheerst heel erg. Vroeger was mijn lievelingseten echt pasta met pesto. En salade caprese. Op de middelbare school of misschien al op de basisschool talenten van jezelf hebt ontdekt waarvan je het uiteindelijk jammer vindt dat je er niks mee hebt gedaan? Goeie vraag. Mooi meisje ook. Sorry, ik heb je niet laten zien, Evelien. Ja, zeker. Ik heb mijn hele leven gezongen. Mijn moeder heeft ook echt, mijn vader heeft godsvermogen betaald aan zanglessen. Ook aan pianolessen, maar dan wist ik al meteen dat het wordt niet echt. Wordt niet al te stoppen met filmen, dan was het op zijn net in 20 minuten. Want dat wordt niet echt iets waar ik heel goed in ben. Ik kan mezelf prima begeleiden op de piano, maar. Ik ben niet zo goed met noten lezen. Het gaat heel langzaam bij mij. Zingen. Ik heb mijn hele leven zanglessen gehad. Op een koor, privéles, klassieke les, opera les, musical, musical scholen. Ook mijn hele leven gedanst en geacteerd. Acteren is nog steeds een hele grote passie van mij. Ik zou heel graag daar nog na mijn studie of misschien wel in combinatie. Kijk, kinderen lesgeven vind ik ook leuk, toneelles. Een muziekles, maar acteren is wel iets wat ik het liefst echt zelf doe. Ik mis dat spelen heel erg. Ik uit dat ook heel erg thuis, dat ik bij Ruben ineens weer heel erg dramatisch ga doen. En zegt hij, oh, je hebt er behoefte om te acteren. Ik kan ook best wel goed acteren. Zeg ik gewoon, kan ik gewoon zeggen. En ik heb wel heel erg leuk in de Pabo, op de Pabo in de derde moet je een minor kiezen. En heb ik theater gedaan. Toen hebben we zelf een voorstelling gemaakt en gespeeld. Dat was heel tof met vijf? Ik weet het even niet meer. Dat staat online. Die hele voorstelling kan je bekijken. Daar was ik een soort van moeder. Jultje met Jultje. Dat is echt fantastisch. Een beetje een hele eenzame, verdrietige moeder met wijn. Super leuk. Die kan je dus bekijken. Ik zal proberen hieronder ook hier. Sorry, even voor jullie te linken. Dat mis ik wel. En YouTube is voor mij meer wel een opvulling daarvoor. Ik merk wel, ik had heel veel hobby's. Ik was altijd uren in mijn eentje op mijn kamer aan het knutselen, zingen. Dat soort dingen. En dat doe ik eigenlijk niet meer. Dat is wel jammer. Maar ik geloof wel dat dat nog terug kan komen. Acteren zou ik zeker willen oppakken. Ik ben er op een gegeven moment mee gestopt met al mijn hobby's. Van dan heb ik meer tijd voor school. Maar ik merk door juist dingen te blijven doen in je leven. Kom je ook juist beter aan die dingen toe. Want als je elke dag thuis gaat zitten of zo. Dan, kijk, stel ik moet over een uur naar dansles. Dan voel je je druk. Oké, ik ga snel even wat afmaken. En dan ga ik daar naar dansles. Dus je moet niet stoppen met de dingen die je leuk vindt. Uiteindelijk moet je het gewoon goed inplannen. Wat ik wel mis soms, is een soort van tegenreacties. Want nu kan ik stoppen met mijn onderwerp of ik kan erover doorpraten. Het zou zo chill zijn als jullie dan nu konden reageren op wat ik zeg. Ik krijg echt belachelijk veel vragen. Maar dit heb ik echt nog nooit gehad. Als je een dag zou mogen doen of zijn wat je heel graag zou willen, wat zou dat dan zijn? Weet ik niet. Het lijkt me gewoon echt wel leuk om actrice te zijn ook nog. Ik wilde journalist worden vroeger, ik wilde mijn eigen tijdschrift. Ik vind het heel leuk om mensen sowieso dingen te vragen en om mensen af te stappen. En dansen vind ik trouwens ook wel leuk, maar omdat ik wat voller ben, zag het er altijd gewoon wat minder mooi uit als ik dans. Het is gewoon zo, vind ik zelf. Die bewegingen lijken allemaal wat minder soepel, maar ik ben best wel, kan het wel, dus dat wil ik ook wel ooit alweer echt gaan doen. En zomaar aan de sportschool moet ik ook weer gaan doen, vind ik ook wel leuk. Iemand zegt, ik zou geen mukbang opnemen. Oké. Iemand zegt nu elke week een mukbang, aangezien je elke week sushi bestelt, klopt. Of ik vroeger slechte huid heb gehad, heel erg. Maar ik wil niet mensen adviseren om aan de pil te gaan, maar dat is bij mij het enige wat hielp. Ik had allemaal acne op mijn wangen, heel lelijk. Toen ben ik aan de pil gegaan, toen ging het weg. Toen ben ik altijd bang, altijd stil met de pil. Want ik zwanger wil worden op wat voor reden. Dat het dan weer terugkomt, daar ben ik echt altijd heel erg bang voor. Ja, want al die heftige reinigingsmiddelen en zo, die werken niet hoor. Als het zo erg is, werken die niet. Bij mij in ieder geval niet. Ik kan echt over alles praten. Ik eet extreem veel sushi nu. Na mijn scriptie ga ik dus zeker weer vloggen. Misschien al iets daarvoor. Weekvloggen. Ik mis het wel.
En ik durf ook te denken om dat op een pratende manier te doen. Dus dat ik ga zitten en mijn week doornemen. Weet je, zoals Teske dat doet. En de Blonde Tiger zit in dat vroeger ook. Vond ik heel leuk. Ik ga nu gewoon lekker stoppen. Ik bedenk nu dat ik nog geen thumbnail heb gemaakt. Terwijl Sushi al bijna op is. Dat is een beetje dom. Ik hoop dat jullie de video heel leuk vonden. Doe zeker een duimpje omhoog om me aan te geven of je dit leuk vond. En ga in de comments lekker los met reacties op waar ik het over heb gehad. Of wat je de volgende keer zou willen zien of niet. Of wat dan ook. Dat zou ik heel erg leuk vinden. En als je nieuw was en je vond het leuk, vergeet dan niet te abonneren voor meer. Ik hoop dat ik jullie zaterdag om 9 uur zie met een leuke video. Misschien tussendoor nog met een extra video. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan. Doei!